Dear Madam, I deeply regret to inform you that a report has been received from the Japanese government that your husband has died as a result of the sinking of a Japanese transport vessel on which he, together with other prisoners of war, were being transferred from Java to another prisoners of war camp. I was just 3 years old when he left to go to the Far East, and my memories are really a hearsay of what my mother told me. I have two children, although they're adults now, and I wanted to write something to tell them what I knew about my father. So I started to investigate, and when I got onto his military history, I found that all that my mother had, in the best will in the world, she told me was wrong. And then as it developed, I found out he was a victim of a war crime. Well, what actually happened, when they were captured in Java, after a period of time, they were sent to an island called Ambon, and he was in a prisoner of war camp called Liang, which was quite a notorious camp. Het kleine Ambon is het belangrijkste eiland van de Molukken. Een groep eilanden in het oosten van de Indonesische archipel. Daar was, in 1942, het Nederlands bestuur over het oostelijk deel van de archipel gevestigd. Daar waren leger- en marinebases, er was een vliegveld, er waren ziekenhuizen en scholen. Het eiland omsluit een grote baai, een veilige haven voor schepen en watervliegtuigen. Die strategische ligging, niet ver van Australië, noodzaakt de Japanners de Molukken te veroveren voor een aanval op Java kan worden ingezet. De Japanse aanvalsmacht bestaat uit 2 vliegdekschepen, 800 mariniers en 5300 man infanterie. Na voorbereidende bombardementen en beschietingen landen de troepen in de vroege ochtend van 31 januari. Ambon wordt verdedigd door een bataljon van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, aangevuld met Ambonese militie. Het slecht uitgeruste KNIL capituleert na 2 dagen. Een Australisch bataljon verdedigt het vliegveld en houdt het 2 dagen langer vol. Bij de invasie loopt een Japanse mijnenveger op een mijn. Daar komen 20 Japanners bij om. Als vergelding worden in de weken na de capitulatie 229 Australische en 60 Nederlandse militairen bij het vliegveld door bemanningsleden van de mijnenveger met zwaard en bajonet om het leven gebracht. Sergeant Kanamoto is erbij. 周りにいた人たちの顔を見ることができませんでしたが、彼らのほとんどは沈没した掃海艇の生存者だと思います。私は第9号掃海艇の生存者たちが要請をし、
戦友の死に対する報復として捕虜たちを処刑しても良いとの許可を司令部から受けたと聞きました。私は座って処刑執行の様子を見ました。彼らは皆例外なく倒れた戦友たちの名を叫び、誰々のあだだと声を張り上げて刀を振りかざしました。Die 289 uit wraak vermoorde militairen zijn de eerste slachtoffers op Ambon van de Japanse houding tegenover krijgsgevangenen. Je overgeven, ook als je geen kansen meer hebt, beschouwen de Japanners als een schande. In hun ogen zijn krijgsgevangenen dan ook een minderwaardig en verachtelijk soort mensen. Hun leven heeft geen enkele waarde. Begin maart 1942 wordt Java ingenomen. Nederlands-Indië capituleert en de bezetter krijgt een enthousiaste ontvangst door de Indonesische bevolking. Velen zien Japan als bevrijder die hen komt verlossen van het koloniale juk. De 60.000 militairen op Java die gevangen zijn genomen worden opgesloten in kampen die op allerlei locaties worden ingericht. Het zijn voornamelijk soldaten van het Koninklijk Nederlands-Indisch leger, maar ook Australiërs, Amerikanen en vooral Britten, die zijn geëvacueerd uit Singapore dat 3 weken eerder capituleerde. But fortunately we were told to evacuate and we left a couple of days before Singapore surrendered and we were taken to Java, to Batavia it was known then. We were captured in Java, or at least the people in control of Java capitulated, yeah. And the war was virtually finished as far as we were concerned. Ja, ons werd eigenlijk min of meer verteld, dat was wat wij noemden kabarangin, dat we zouden ingezet worden om Batavia mooi te maken, om Java mooi te maken, weer bruikbaar voor de Japanners. Op beperkte schaal worden de gevangenen ingezet voor herstelwerkzaamheden. 200 of us were delegated to go to Semarang. We're extending the runway. And we were there for 8 months, 200 men. And the conditions were fairly good, but the work was quite hard on the aerodrome and the rations were small. But they were adequate at the time. De concentratie van zoveel krijgsgevangenen op 1 eiland vindt de bezetter gevaarlijk. En hij besluit hen te verspreiden en in te zetten voor de Japanse oorlogsmachine op ver uiteenliggende plaatsen. Op een gegeven moment moesten wij klaarstaan. Ja, gepakt en gezakt. Getransporteerd in geblindeerde treinen. Eindelijk aangekomen in Surabaya werden wij gelegerd. In de jaarmarkt noemen ze dat. Maar toen we daar aankwamen, bleek dat er voor ons reeds transporten van hieruit werden gedirigeerd. Maar niemand wist waarheen. Maar na een week moesten wij naar de haven lopen. En toen dachten we, wij gaan over zee. En zo stonden daar 6 schepen. 3 gingen later bleek naar Ambon en wij 3 schepen naar Flores, maar via Timor. Wij werden dus in trucks getransporteerd naar de haven toe. Op de haven stonden daar al trucks, die waren daar volgeladen met varkenskratten, varkensmand. En daar zaten mensen in. En waar ze dat vandaan halen, het bericht was dat waren oud-planters die zich niet hadden gehouden aan de overgave aan de Jap. De auto's die reden met hun achterzijde naar het water toe,
dus dan. En die kratten die werden zo in zee geschopt. Met die mensen erin? Met de mensen erin. We werden eigenlijk de remmen in geschopt. Op elkaar, in elkaar, zoals u het noemen wil. Dat waren lichtplaatsen, maar volgestopt. Absoluut volgestopt. Ik geloof 1, 2, 3, 4 hoog of zoiets. Sliepen op planken en anders niks. U kon net liggen, net liggen. 30 centimeter breedte, geloof ik. Dus dat is niet veel, want dit is al gauw 40. Eind april 1943 vertrekken vanuit Surabaya 10 grote en kleine schepen met zo'n 6200 Nederlandse en Britse krijgsgevangenen en enkele duizenden Romusha's, Javaanse dwangarbeiders. En zo voerden wij de haven uit richting Borneo, Borneo, Celebes. Dus die kant gingen we op. Maar dat wisten we niet. Want we mochten niet aan dek komen. De reis gaat naar het oostelijk deel van de Nederlandse Indische archipel. Om die tegen de oprukkende geallieerden te verdedigen, wil Japan daar vliegvelden aanleggen. Het werk moet worden gedaan door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. De tocht is niet zonder gevaar. Begin 1943 hebben de geallieerden alle Japanse berichtencodes ontcijferd. Een netwerk van afluisterposten levert zoveel gegevens dat er een continu overzicht is van de Japanse transporten. Plaats en tijdstip van vertrek, bestemming, snelheid en lading, samenstelling van een konvooi. Het is allemaal bekend. Het uitschakelen van de zeetransporten wordt een van de belangrijkste doelen van de geallieerde onderzeediensten. On that voyage we experienced what Japanese cruising was like. You were just packed into a hold and without even a place to lie down. I took advantage of this. I went on deck and I concealed myself in a cupboard where they stored ropes. I slept there. Well, the conditions on those ships were awful. We were in our hold. We had about 2 meals a day, I think. We didn't always wash, so sometimes we were allowed on board. They'd hose you with the hose pipe. And the food, we were all cramped in these dark holds of the ship. Toegevoegd aan de Britse krijgsgevangenen is de Nederlandse militaire arts Rudy Springer. Chirurg Springer werkt al ruim 10 jaar in Nederlands-Indië. Zijn vrouw en hun 2 kinderen zijn geïnterneerd op Java. Dr. Springer is een van de weinigen die een dagboek kan bijhouden en dat weet te behoeden voor inbeslagneming. Door de weerzinwekkend smerige hygiënische omstandigheden en de samengepakte mensenmassa komt de bacillaire dysenterie weer tot uiting. De lichamelijke en geestelijke vermoeidheid van de mensen ontaart al spoedig in onverschilligheid, waardoor de vervuiling, ook in de ruimen, toeneemt. We waren ongeveer in ten zuiden van Borneo. Was er een Engelsman, die is toch naar buiten gegaan, hij had dorst. En hij lag eigenlijk achter een stoommachine voor de hijskraan. En stoommachines lekken altijd. Dus hij zat onder het water op te vangen. En dat werd gezien door de kapitein. Die stond boven op de kapitein naar beneden. Engelsman werd vastgebonden, kop eraf in zee. We kregen al in het bericht, had zich wat toegeëigend wat van de keizer was. En dan brak er aan boord ook nog dysenterie uit. Kunt u dat voorstellen? Dat was namelijk 1 grote vieze troep. En hebben ze aan de zijkant van de boten hebben ze planken neergezet voor hurkwc's.
En op een gegeven moment kon het niet anders of iedereen ging op het dek slapen. Dat kon ze niet tegenhouden. Dat was zo'n vieze troep. En u weet, bacillaire dysenterie, als er één het heeft, kan een hoop van onze vrienden ook dysenterie krijgen. De 10 schepen van het konvooi varen deels een eigen route, die wordt bepaald door de lading, de mogelijkheid de krijgsgevangenen in te zetten voor het loswerk en de eindbestemming van de gevangenen. Dus toen we in Flores aankwamen, waren al een stuk of 30, 40 mensen ziek. En die werden toch het strand opgeslagen, hoor. Ze moesten lopen, willen of niet. Als je neervalt, dan kreeg je een paar stokslagen. Dat was het kennismaken met het strand of Flores. En het plaatsje heette namelijk Mauemere. Een grote klappertuin. Hier gaan jullie wonen, zeggen de jappers. Wij krijgen een bepaalde lengte om een kamp te bouwen. Hier draadversperring en hier draadversperring. En hier moest het kamp gebouwd worden, want hier liep de ongeasfalteerde weg. En als je oversteekt, kom je zo in het vliegveld. Dat kamp, gewoon een barakkensysteem van bamboe. En daar lagen ongeveer 2225 medekrijgsgevangenen. Maar in die korte tijd bleven er langzaam maar 2000 over. Ze gingen dood aan malaria tropica of malaria tertiana, maar ook aan peukziekten. Een groep van ruim 1000 Nederlanders wordt naar het eiland Seram gebracht. Ook daar moet een vliegveld worden aangelegd. Want daar was de grote voorraadschuur dat gebruikt werd om de andere eilanden te bedienen. Toen hadden wij onze dode nacht, zoals wij dat noemden. En dode nacht, dat was dus het uitladen van de schepen. Wij moesten het water in, tot de schepen. Kregen dat op ons hoofd, een zak of een doos of een pak. En moesten zo weer terug naar het land, naar het grote magazijn. Het was in de nacht, dus dan zag je iemand neerzakken onder het gewicht, voor dit toe, aan de kant. En we werden die naar omgekeken. Gekeken. Er waren ook velen die onder het gewicht van wat zij kregen in zee, die het niet hielden, en die gingen een kopje onder. Er werd ook niet meer naar omgekeken. En wat er overbleef, niemand wist het. Een deel van de Britse krijgsgevangenen wordt op het eiland Ambon aan het werk gezet. De anderen varen door. Eerst naar Seram en dan naar het naburige eiland Haruku. En zo we arrived at Ambon and we unloaded part of the cargo. And then the boat went to Seram, near this place called, I think it was called Amahai. We had to get into the sea and swim these 40-gallon drums of fuel to the shore. And whether you could swim or not, people who couldn't swim just hung on to the drums. Fortunately, I could swim. This procedure took the best part of a day and a night. And then the ship traveled to the island of Haruku. We arrived in quite appalling conditions. It was the start of the wet season and there was no accommodation. And that was one of the most horrific periods where the death rate for the first few months was quite horrific. May. De aankomst was chaotisch. In het donker, onder stortregens, moest men zich een weg zoeken naar een kamp dat deze naam nauwelijks verdiende. Enkele nog geheel open barakken stonden op doorweekte grond. En verreweg het merendeel der doodvermoeide en hongerige mensen moest de eerste nacht in de open lucht doorbrengen. Latrines waren er niet en het kampterrein was al spoedig doordrenkt met ontlasting en urine.
Het vliegveld op Seram komt aan zee te liggen en moet met de hand worden aangelegd. Toch ziet de groep kans dat in 5 maanden te doen. Wij bleven dus in de Mahai, maar onze barken waren nog niet klaar. Dus er moest nog bamboe gehaald worden. Bamboe en dakbedekking en van alles en nog wat. En in die week dat wij de bamboe moesten halen, zijn 3 die zijn gevlucht. Onder leiding van een Molukker. Ze zouden dan samen verder gaan, dan naar Nigede en uiteindelijk naar Australië. Het is hun niet gelukt, want de eerste beste dorp werden ze overvallen en weer overgedragen aan de Jap. Met alle gevolgen van dien, ze werden in de prikkelkooi wensen gedaan. Dat was een kooi zonder wonden, alleen maar met prikkeldraad. Deze werden elke dag uit het hok gehaald, afgeranseld en konden zo naar binnen. Als 5 maanden na aankomst het vliegveld klaar is, heeft dat 28 mensen het leven gekost. Een relatief klein aantal. Dat is te danken aan de bekwame Nederlandse kampleiding. De mogelijkheid af en toe wat extra voeding binnen te halen en een relatief mild Japans regime. De groep wordt overgebracht naar het naburige Haruku om de Britten te helpen. Maar de 3 gevangenen in de kooi blijven achter. Begin van 1943 zijn we daar al aangekomen en eind 1943 werden we verhuisd naar Haruku. We werden allemaal tegelijk getransporteerd en de gevangenen bleven achter. En in Haruku kregen we pas bericht wat er met hen was gebeurd. Ze zouden zogenaamd onthoofd worden, maar dat is niet gebeurd. Ze werden aan de paal vastgebonden en als proefpop gebruikt met de bajonet. Verder is er totaal niets meer van hun gehoord. Waar ze begraven zijn, onbekend. En wij hebben dat werk dus verder doorgezet in Haruku. Het kamp op Seram lag binnen het dorp Soahuku, bij de kerk. De dorpsbewoners hadden geen contact met de gevangenen, maar Nustamaela woonde tegenover het kamp, leverde groenten en zag wat er gebeurde met de 3 in de kooi. Ja, die zei dat jij een boel was in die kamp. Die dan wil ik ook alleen. Zo, daar heb je een hand aan, Monika. Adjar, zei mijn je ook, laat vlaag, je bent mijn glorie. Waarom landen van die sayang? Ini 3 orang, net ada. Saya punya catatan. Dorang punya hukuman, dua pentapa hukuman itu tidak tinggal di rumah. Tidak tinggal di rumah. Dorang pakai kawat duri, itu 3 orang tidur, beta yang lihat semua. Kawat duri di atas lapangan tengah-tengah kosong, baru bikin kawat duri tutup begini. Terus, makan, buang air, apa semua tinggal di situ. Jadi mereka sudah bau, ancur. Orang punya ujang, panas, siang, malam, tinggal begitu saja di tengah-tengah kosong itu. Tidak ada rumah, tidak ada apa, tinggal di tengah-tengah kosong. Di muka pengawal, di muka orang jaga. Ya, waktu mereka mau berangkat baru dibunuh. Sebab itu lihat Nanja Pam bicara Tamaerasan, panggil saya Tamaera. Tamaerasan itu 3 orang, ada di kamp. Mereka dibuang dalam perigi di lapangan bola Soahuku. Nama lengkap tawanan perang Belanda yang dibunuh karena mereka lari ke hutan untuk terus ke Australia, tetapi ditangkap kembali. Hasmet lahir di Kendal. Yverleng lahir di Leerdam.
G.H. Fetz verploeg, lahir di Tasikmalaya. Ah, itu yang tiga orang itu sampai sekarang dalam parigi. Op de interneringskaart van Smit staat gestorven aan een longontsteking. Bij Fitz verploeg bacillaire dysenterie. Op die van Verleng hetzelfde. Volgens de kaarten stierven ze voor het vertrek van de anderen en werden ze begraven op het kerkhof. We had very arduous work on the aerodrome, chipping coral. They were trying to build the runway on this little island. And after about two or three weeks, there was a very serious outbreak of dysentery. And I was amongst the casualties in the early days, and the number grew. And I was there as, what was I there? 8 months, I think I was there. I went back with the second draft. When I left, I think there were 364 people had died because of a very, very serious outbreak. Het eerste sterfgeval vond plaats een week na aankomst. En elke volgende dag kwamen erbij. Slachtoffers van een chronisch vitaminegebrek. Door gebrek aan drinkwater hadden de patiënten een geweldige dorst en droogden uit met constante hoest tot gevolg. Toen het aantal sterfgevallen was opgelopen tot 5 à 10 per dag en we zo'n 1300 zieken hadden, kregen we te horen van de Jap dat hij er niks aan kon doen en dat we het maar zelf moesten oplossen. In Narogu, als we naar het vliegveld gingen, liepen we voorbij een dorp. Dat was afgesloten met een muur, waarschijnlijk een Mohammedaans dorpje. Deze mensen waren ons goed gezin, probeerden ons wat toe te stoppen, maar dat mocht niet van de Jap. Als het werd gesnapt, werden zij en wij kregen dus een pak slaag. En zodoende hebben zij wat gevonden. Kalau orang kampung di sini umpamanya, itu sama abang orang ini orang tahanan toh. Saya mau kasih makanan, saya pisang, tebu atau papaya atau makanan isi gabung begitu. Itu lihat dulu, jangan sampai Jepang ada. Kalau Jepang ada, ya sudah. Habis selesai sudah itu. Jadi kalau kita lihat baru tar. Lari cepat. Tuh kata mau kasih makanan pertahanan itu. Sampai mereka ini minta tolong mau beli. Mau beli makanan. Iya. Tapi masyarakat was-was. Masyarakat takut. Tahanan, kalau dorang baris ke lapangan, itu biasanya dari kalau itu dong menyanyi ipi yoi yoi ipi ipi yoi yoi ipi yoi yoi ipi ipi yoi yoi. Gebrek aan schoeisel maakt dat de mannen die aan het vliegveld moeten werken voet- en beenwonden oplopen door stoten aan het scherpe koraal. Als de wonden niet direct behandeld worden, leidt dat binnen 24 uur tot infecties. Bij zulke gevallen was opereren vaak mogelijk. Een diepe snede bij de zweer om bloedstolsels af te voeren. Daarbij gebruikte ik boorwater als een ontsmettingsmiddel en onze zelfgemaakte zalf. Dergelijke ingrepen waren nogal belastend, omdat ze meestal zonder verdoving moesten worden uitgevoerd. I have a fond memory of a Dutch doctor known as Dr. Springer, which I consider the nearest I've ever seen to Jesus Christ.
I was very ill with dysentery and malaria, and I was in what was known as the death ward. You didn't come out. But thanks to Dr. Springer, he was in the position to allocate slightly improved rations, and whether my age or whatever it was, I eventually discharged myself from this death ward, got into a ward where conditions were not so bad, and I made some kind of a recovery. We had a great respect for Dr. Springer. They had one squadron that they were called bombers. And they made the mistake of having us push them into areas that they'd built to prevent damage to the aircraft. And in the course of pushing them, having experience of aircraft, we were able to impose quite a lot of damage when they took off the pipelines that control the hydraulic flow of the undercarriage up and down. I don't think it would have worked very well. I don't really know what happened to that squadron, but... In 1943 wordt een lange, hevige strijd geleverd om het naburige Nieuw-Guinea. In verband daarmee houden de geallieerden de situaties op en rond de Japanse vliegvelden op de Molukken nauwlettend in het oog. Verkenningsvluchten leveren gedetailleerde informatie die vaak aanleiding geeft tot onmiddellijke actie. We hadden eigenlijk al dagelijks bombardement. Het was niet met grote bommen, maar met kleine bommen. En dat leek wel of het zo uit het toestel werd gegooid. Overdag ging het dus met deze kleine bommen. En 's nachts ging het met grote bommen, want dan ging het over de benzineopslagplaatsen. Wat 's morgens was ingegraven, werd 's avonds gebombardeerd. Op 7 december 1943 om 11 uur 's ochtends komen 14 Amerikaanse bommenwerpers aanvliegen. Op 2000 meter hoogte naderen ze het vliegveld waar de krijgsgevangenen aan het werk zijn. De eerste groep werpt zijn bommen voor het vliegveld en treft het dorp Pelau. De bommen van de tweede groep komen wel op het vliegveld in de buurt van de vliegtuigen. De derde lading komt in het open veld. Doden: 10 Japanners, 7 inheemse arbeiders en 1 Britse krijgsgevangene. Maar in het dorp Pelau zijn de verliezen vele malen groter. Ja, wacht op een bom niet toe. Kira, kira, jam. Tengah hari lah. Itu pesawat datang segera. Jadi dulu kan orang tua-tua sen sekolah segini kan, mereka lihat pesawat, semua pada panik, ya lari. Waktu itu satu hari itu di Pelau itu 200 lebih yang meninggal itu, satu hari itu saja, kecil besar. Het dorp Pelau wordt verlaten. De inwoners vluchten het bos in en blijven daar meer dan een jaar. Voor de gewonden onder de bevolking zorgt de Japanse medische dienst.
Pas 4 dagen later worden de kampartsen erbij gehaald. 10 december. De gehele dag hulp verleend aan de inheemse gewonden. Afgrijzelijke verwondingen die zonder uitzondering niet of onvoldoende behandeld zijn. Grote wonden waren eenvoudig afgedekt met bladeren, bijgehouden door plantenstengels met vuile lappen daaroverheen. Het merendeel van de getroffenen is vermoedelijk ten dode opgeschreven, daar wij geen toestemming kregen om de mensen na de hulpverlening te blijven behandelen. De werkomstandigheden, de slechte hygiëne, het gebrek aan voeding, drinkwater en medicijnen maken dat velen sterven. En dat van hen die in leven blijven, vaak de helft niet in staat is tot werken. De Japanners vrezen een invasie. En 7 maanden na aankomst wordt al een retourtransport voorbereid van zieke krijgsgevangenen en gewonde Japanse soldaten. Op Ambon zullen zij aan boord worden gebracht van de Suez Maru. Een van die zieken is Lewis Jones, de vader van Alan. The ship, the Suez Maru, was built in 1919, and it was an old tramp steamer, you know. And the prisoners were placed in the hold in appalling conditions. And my mother gave me kind of details of, you know, what happened. She told me that my father was killed as a result of the ship that he was on was bombed. And in fact, it wasn't bombed, it was torpedoed. Op 22 november 1943 gaan de zieke krijgsgevangenen aan boord van de Suez Maru. 133 Nederlanders, 415 Britten. Begeleid door mijnenveger 12 zet het schip koers naar Surabaya. Diezelfde dag vertrekt uit de haven van Perth, Australië, de Amerikaanse onderzeeër Bonefish voor haar tweede oorlogspatrouille. Aan boord een bemanning van 80 koppen, 60 dagen voorraad en 24 torpedo's. Bestemming is de Zuid-Chinese Zee. Daar zal de Bonefish 2 andere onderzeeërs ontmoeten voor een gezamenlijke jacht op konvooien. Zondagavond 28 november, na het invallen van de duisternis, vaart de Bonefish voorzichtig door Straat Lombok. Tegen middernacht wordt de Floriszee bereikt. 'S Ochtends tegen 5:30 ziet de uitkijk 2 rookpluimen aan de horizon. De silhouetten worden herkend als dat van een transportschip en een mijnenveger. Stations for battle service. Ready on all main engines. Het schip dat die dag door de Bonefish wordt getorpedeerd is de Suez Maru. Mijnenveger 12 is geen torpedo waard. De Suez Maru zinkt snel en neemt een deel van de krijgsgevangenen mee. De overigen komen in zee. De Suez Maru is het 45ste Japanse transportschip dat die maand tot zinken wordt gebracht. Tussen augustus 1943 en juni 1944 weten geallieerde onderzeeboten 358 Japanse transportschepen tot zinken te brengen. Het stelselmatig vernietigen van de transporten zal een wezenlijke bijdrage blijken te zijn aan de overwinning. When the Japanese got back to Surabaya, they said that all the prisoners went down with the ship. And it wasn't till in 1949 that one of the Japanese, who was a Christian, wrote to General MacArthur to say that it was not what actually happened. As a result of that, they arrested 22 Japanese, with some who was on the Suez Maru and some that were on the minesweeper. Were you formerly known as Ikitani Masaji, formerly supply lieutenant in the army and transportation commander on board of the Suez Maru when the vessel was sunk by Allied submarine on 29 November 1943? はい。
Did you give the prisoners of war any direct assistance when the ship was sinking? いいえ、しませんでした。私は彼らに船を捨てて退去するように命じました。How many prisoners of war succeeded in leaving the ship? およそ250名です。Was there capacity on the ship to rescue prisoners of war? 掃海艇は救助された日本人でいっぱいでしたが、少なくとも100名から150名の捕虜を安全に運搬することができました。When was it decided not to rescue the prisoners of war? 日本人全員が救助された後です。Who decided? 掃海艇艦長の川野が決めました。彼は機関銃で捕虜を撃とうかと言いました。それで私は仕方ないですねと答えました。海上で船が沈没したり、捕虜の救助が困難になった場合は、捕虜を処刑しても良いとの軍の命令があったことを艦長に伝え、How long did the slaughter last? 17時から日没までです。Were any of the prisoners of war left alive? 確信はできませんが、皆死んだと思われます。Later in 1949, General MacArthur said no more war crime trials, and they were released. So although they had confessed to the war crime, no action was ever taken. But the most disappointing part I found was that the British government withheld this information from the relatives and loved ones of the POWs. Ook de Nederlandse regering licht de nabestaanden niet volledig in. Noor de Ruiter de Wild is de dochter van een van de 133 Nederlandse militairen aan boord van de Suez Maru. Het zal meer dan 50 jaar duren voor ze het verhaal van haar vader leert kennen. Ik heb mijn vader dus nooit gekend. Ik heb helemaal niets van mijn vader meegekregen. En voordat ik wist dat ik een vader had, een echte vader had, was ik eigenlijk al een jaar of 12, 13. Dus voordat ik het besefte. Toen ik dus eigenlijk al dik in de 50 was, toen heb ik pas een beeld bij die vader gekregen, want ik had ook geen foto van hem. En doordat mijn man een boek kocht, uit Indië geboren, van Wim Willems was dat, toen vond ik daar een foto van een fietser. En die in Malang geboren was, mijn naam stond er niet bij. En ik wist dus niet hoe mijn vader eruit zag. Toen dacht ik, ja, mijn vader is in Malang geboren en hij was wielerkampioen, Unitas wielerkampioen op Java. Dus ik zei tegen mijn man, pak dat boek nou eens en neem het mee naar mijn moeder, want ik moest naar mijn werk, en ga eens vragen of dat mijn vader was. En laat hij dat nou zijn. Dus ik wist, had gelijk ook een beeld bij mijn vader. En toen ben ik me pas gaan interesseren, dat is heel raar. Maar toen dacht ik van, hé, daar moet ik toch meer van weten. En toen kwam ik dus achter het verhaal van de Suez Maru ook, waar hij mee om was gekomen. Het verhaal daarachter, nou, steeds verder. Ik heb mijn moeder dat verhaal over de Suez Maru zelfs, dat heb ik gefotocopieerd en haar laten lezen. En ik weet nog dat ik het achtergelaten heb bij haar en dat het, toen ik daar later op bezoek kwam, nog precies zo lag. Ik denk niet dat ze het ooit gelezen heeft. Ze zei van het is een vreselijk verhaal, dus ze heeft wel wat gehoord misschien. Maar net zoals ik wilde ze ook niet precies weten hoe het precies gegaan is. In 1995 zijn door de Amerikaanse overheid de gedecodeerde Japanse berichten uit de Tweede Wereldoorlog vrijgegeven. Tussen de vele duizenden berichten is er één van Mijnenvegen 12, verzonden kort na het zinken van de Suez Maru. De Mijnenvegen bericht dat men zich heeft ontdaan van de 546 gevangenen op het gezonken schip, waarvan het de naam niet noemt. Uit de toelichting blijkt dat de inlichtingendienst weet om welk schip het gaat, waar het vandaan kwam en wat de bestemming was. Waarschijnlijk wist de dienst ook wat haar lading was. De doelgerichte acties van de geallieerden maken dat er geruime tijd nauwelijks aan- of afvoer plaatsvindt op de Molukken en op Flores, waar nog steeds zo'n 5000 gevangenen werken aan de vliegvelden. Maar in die tussentijd moet u niet vergeten, gaat de tijd ook snel voorbij.
door de ellende, maar ook door het werken. Dus je hebt geen tijd om te denken. Als je moe bent, dan ga je slapen. Als je wakker wordt, dan moet je weer gaan werken. En eigenaardig, de zogenaamde sterke mensen, die zich overgaven aan de Japanners van, oh, waarom duurt die oorlog zo lang? Hij zei, die Amerikanen zullen nooit winnen en dit en dat, die zijn het eerst dood te gaan. Ze zijn geestelijk kapot gemaakt. Maar ik heb altijd bij me gezegd, eens zullen jullie oorlog verliezen. En dat merkten wij toen het vliegveld klaar was. Helemaal geasfalteerd enzovoort. Ik zei tegen die maten, let op. Zo was dat vliegveld klaar. Toen kreeg je de eerste bombardementen. Maar er is geen enkel Jap die de lucht in ging. En er stonden daar toch zeker zo'n 30 vliegtuigen. En toen werd ze, hey, vroeg of laat gaan we hier weg. Let maar op. Op de Molukken dwingen de steeds heviger wordende luchtaanvallen de Japanners, hun troepen en hun krijgsgevangenen te concentreren op het eiland Ambon. The purpose of the activity was to take the prisoners back to the island of Java, where they'd originated. Because the policy of the Japanese, in the event of some kind of defeat, was to eliminate the prisoners. They found written evidence of that since the war. It wasn't carried out, fortunately, thanks to the atom bombs. 28 augustus. In de ochtend een geweldig bombardement, uitgevoerd door 120 Liberators die in strenge formatie kwamen overvliegen. Een machtig gezicht, doch beangstigend. Ik kreeg voor het eerst het gevoel naast mezelf te staan. Ik was net overgezet naar Kolenhaven toen die vliegtuigen aankwamen. De bevolking was een paar dagen van tevoren gewaarschuwd middels pamfletten, maar ze mochten toch niet weg van de Jap. Dat was om de Amerikanen zogenaamd tegen te houden dat ze het niet zouden bombarderen. Er bleef totaal niets over van Ambon. Na het bombardement, of eigenlijk een dag daarna, toen begon de afvoer van krijgsgevangenen. Zo werd ik ingedeeld voor een terugreis naar Java. De terugreis wordt afgelegd in een aantal kleine, nauwelijks zeewaardige schepen die van eiland naar eiland hoppen. Soms wordt alleen 's nachts gevaren om ontdekking te ontlopen. The journey back now from Ambon to Java was a very, very dicey business. On the particular voyage I was on, Allied aircraft, and I'm not sure what kind. And they bombed us and they had near misses, but the thing sprung a leak, which was eventually kind of semi-cured by bunging cloth it was a wooden constructed boat, and it reduced a lot of the leaks. In de buurt van Celebes wordt ook het scheepje waarop Jules Seidel en 150 medegevangenen zich bevinden aangevallen. De zieken liggen aan dek. En we kwamen in Celebes, ten zuiden van Celebes, tussen Muna en Bouton. En daar was een alarm, was een vliegtuig in zicht. We lagen stil, gelukkig niet ver van een van de eilanden. En het vliegtuig kwam over ons heen. Toen was er een Jap, die was zo slim geweest. Is naar een kleine mitrailleur gegaan en heeft op dat vliegtuig geschoten. Het vliegtuig keerde terug. Het ging met zwaar geschut ging het hem. De zieken die lagen onder de zeil. De zieken. Werden beschoten. Werden geraakt. Je zag die patronen richting, zag je over de zieken. Zo naar de hut, naar de Japper toe. De geallieerden hebben vrij spel in het luchtruim van de archipel. En elk schip dat wordt ontdekt, hoe klein ook,
wordt aangevallen. It bombed, it dropped bombed, and then it came lower and it strafed. Because I thought I'd been hit. But the chap who was on top of me had been hit and his blood was coming down over me and he eventually died from it. Ook de beschieting van het scheepje van Seydel kost mensenlevens. Vier zieken worden dodelijk geraakt. Maar daar blijft het niet bij. Ons ontbrandt. En de brand werd zo hevig dat je niet meer kon lopen op dek. Eén van ons die had meer gevaren, kon de motoren aan de gang brengen. Heeft het schip dus naar één van de eilanden gestuurd. Goed, we kwamen dus aan land. Hoeveel er was overgebleven, dat was niet veel. Handjevol. En toen kwam het dodenschip aan. Het schip dat 70 dagen heeft gedaan voor de reis. Het dodenschip is de kustvaarder Maros Maru. Ook dat scheepje is op weg naar Java met aan boord ruim 500 krijgsgevangenen. Onder hen is dokter Springer. Hij, nog andere artsen aan boord, kunnen voorkomen dat er dagelijks mensen sterven. Op 7 oktober zijn dat er 11. Een van hen is kanonier Gerrit van der Velden. Gerrit is net voor de oorlog getrouwd met de Molukse Wilhelmina Silano. Op zijn interneringskaart staat 3 oktober ziek, bacillaire dysenterie, 7 oktober 17 uur gestorven. Zeemansgraf op 119 graden, 19 minuten oosterlengte, 55 graden zuiderbreedte. Gerrit is de 163ste dode op deze reis. Te Makassar aangekomen, bleek het schip door motorschade niet in staat verder te varen. Het herstel duurde 6 weken, gedurende welke tijd de gevangenen aan boord moesten blijven. Dag aan dag in de felle tropenzon, gekweld door honger en dorst, terwijl men het sterven der mensen van nabij moest meemaken. Dagelijks moesten de overledenen, bezwaard met stenen, overboord worden gezet. Herhaaldelijk was het gewicht van de stenen onvoldoende, zodat de doden de volgende dag wederom boven kwamen drijven in de baai. In deze periode verloren wij 306 mensen. Wij gingen aan land, naar Makassar, om stenen te zoeken voor deze lijken. De stenen aan hun benen en hup, overboord. En vandaag had je een slaapje. En morgen was hij verdwenen.